In deze video gaan we analoge foto's, dus filmmateriaal, die zitten hierin, met een flatbed scanner digitaliseren op onze computer. Dus met een scanner kan je typisch gewone foto's op de scanner plaatsen om te digitaliseren. Dat heet dan reflectief, dus dan hebben we een foto die plaats je zo op de scanner plaat en die kun je scannen. We gaan het vandaag anders doen, we gaan vertrekken vanaf onze negatieven. Hier zitten een aantal grootbeeld negatieven in, middenformaat beter. Negatieven, dat zijn een aantal negatieven. En dan bij mijn scanner, ik gebruik zelf een Epson V600. Die met dergelijke frames komt, dus dat is een glasplaat waar normaal gezien een blad op ligt. En dit is een frame voor 6x6 film, dus die film past hier mooi in en dat houdt dan die film op zijn plaats. En er zit ook in die scanner in de kap, ik zal het straks laten zien, een lamp om tegenlicht te geven, zodat je een negatief gemakkelijk kunt scannen. Ik heb ook zo'n frame voor kleinbeeldformaat. Ik gebruik het liefst middenformaat, omdat dat sowieso al van een groter formaat is, dus minder vergroting nodig heeft als je de foto wilt gebruiken. Nu de ontwikkeling heb ik, ik doe dat meestal bij HEMA, de fotoservice van HEMA. En dan zie je hier, dus dat is een blad waarbij dat je boven je adres invult. En dan heb je een aantal vakjes dat je kunt aankruisen om aan te geven wat dat je wilt doen met die film. En dan kun je kiezen voor ontwikkelen. Een afdrukken staat er hier, maar er is ergens ook een hier, alleen ontwikkelen. Het is een klein beetje verwarrend opgesteld, maar dus geselecteerd ontwikkelen en niet nabestellen. Vervolgens selecteer je hier alleen ontwikkelen, dus dat gaat over het feit dat je geen afdrukken wilt van je film. Het is een zwart-wit film, in dit geval was het een zwart-wit film. En dan moest je toch foto's willen bestellen, dus dan vink je dit niet aan. Dan kun je hier het formaat van die foto's bestellen. Dan heb je nog andere producten ook. Maar dus dat is via de HEMA. En op zich, dit was 3 euro. Het staat hierop. Dus de ontwikkeling van dat filmpje heeft mij 3 euro gekost. We zullen beginnen met het scannen daarvan. Dus afhankelijk van de eerste stap is uw scanner met uw computer verbinden. Met USB gaat dat typisch. En dan op uw computer de juiste software installeren. Ik zou aanraden, je kunt bij Macintosh kun je wel de scan uitvoeren met de ingebouwde driver en de ingebouwde software. Maar dan heb je niet veel controle over het resultaat. En zeker bij zo'n scanner die echt bedoeld is voor het scannen van foto's, is het wel belangrijk dat je de juiste instelling kunt gebruiken. Voor de juiste instelling zal ik sowieso ook mijn scherm delen, zodat we dat gemakkelijk kunnen laten zien. Oké, dus de grootste vijand bij dit soort operaties, eigenlijk bij alles wat hij met negatieven doet, is de grootste vijand stof. Dus je wil je negatieven, zoveel mogelijk stof weghouden van je negatieven, maar ook van je scanner. Want alles wat hier van stof opkomt, dus eigenlijk komt het op neer dat je best je scanner zoveel mogelijk dicht laat als je die niet gebruikt. En dan voor de rest heb je van die statische doekjes of dit soort compressed air waarmee dat je kunt de plaat stof vrijmaken als dat nodig zou zijn. Ook je handen zien dat die proper zijn. We zullen eerst snel hier de software starten. Dus ik heb de Epson software geïnstalleerd. En die heeft al direct aan dat de scanner niet te vinden is. En dat komt natuurlijk omdat hij niet ingeschakeld is. Dus in dit geval is hier een knop. En als ik dan opnieuw probeer, zouden we meer moeten te zien krijgen. Ik zal ondertussen, ja, de scanner begint ook te werken. Ik zal hier een van die negatieven klaarleggen, dus dat is eigenlijk een soort van plastic houdertje. De oriëntatie heeft niet zo heel veel belang, je kan ze altijd spiegelen achteraf als dat nodig is of omdraaien. Dat is de kwestie van dit hier te plaatsen. Dus die plaat wil je zo stofvrij mogelijk houden. En deze scanner heeft hier een tapje wat hierin klikt, waardoor dat we weten dat dit op de juiste locatie ligt. En dan hier, ik zal het beeldmateriaal voorzien,
Hier zit een lamp die tegenlicht biedt voor negatief. Dus negatief komt dat in het midden van de scanner terecht. Dat dan terug mooi, zo snel mogelijk terug dicht doen. En dan hier wat de software betreft, dus het is de app. En dan weten we dat we filmen. Dus je kunt reflectief, dat is als je foto's op de plaats zou leggen, zoals deze. Maar dat gaan we hier nu niet doen. Dus we selecteren film. We gaan voor zwart-wit, omdat een zwart-wit negatief is. Je kan ook voor dit zou je positief moeten kiezen, positief film. En voor color negatief film, of voor dia bijvoorbeeld, is positief film. En color negatief zijn kleurnegatieve natuurlijk. Dat heeft vooral belang bij de omzetting van het negatief. Want dit is op zich een foto, maar hetgeen dat hij nu gaat scannen moet hij omzetten. Inverteren. Ik ga het voorlopig op 300 dB laten staan. Ik ga ook deze opties voorlopig uit laten staan. Ik ga snel even een preview maken, zodat ik een idee heb wat er uitkomt. We zijn met de verwerking bezig. Dit is nog maar een preview, ja. De USB-aansluiting die ik gebruikt heb nu is een USB 2.0 aansluiting, dus niet de snelste. En dat ziet er dan zo uit. Dus deze software gaat ook zelf, zoals je hier kunt zien, de frames gaan uitknippen. En dit is dan het eerste resultaat, dus drie afbeeldingen. En je ziet hier aan de resolutie dat dat eigenlijk niet genoeg is. Dat is 600 op 400 ongeveer pixels. Dus dat is net genoeg om ongeveer op 6 op 6 te gaan bekijken. Hier hadden we trouwens ook een preview al van hoeveel pixels dat er zou geproduceerd worden. Nu, als we terug gaan naar onze instellingen, we veranderen die 300 dpi naar, laten we ons in slot doen en 1300 dpi kiezen. Dan zie je dat hij daar meteen een foto van maakt van 2699 op 2041 pixels. Dus dat is veel beter. Ik zal dat even importeren in Lightroom. En dan kunnen we die foto bewerken om daar iets moois uit te halen. Dus deze foto gaan we select importeren beter. En als we dan gaan kijken, dan kunnen we die bewerken. Dus het eerste wat we willen doen is die rechtop zetten. Vervolgens naar de develop module. We kunnen wel eens kijken wat dat automatisch juist doet. En dat valt serieus tegen. Er zit weinig contrast in, moet ik zeggen. Dus ik zou wel het contrast serieus opkrikken. Ja, de kwaliteit is niet echt goed. Nu, dat is omdat even in zwart-wit omzetten ook, want je zag zo wat kleurverschuivingen. Maar dus het probleem met deze foto is eigenlijk dat die gemaakt is op echt vervallen film. Daarmee dat de kwaliteit ja, niet bepaald optimaal is. Nu kan er een klein beetje mee spelen om daar toch iets moois uit te halen. We kunnen misschien ook naar de filters kijken. En ik ga mijn eigen interpretatie maken. Zoiets. Dan nog exporteren. En we zijn klaar. Voilà. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.